Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. We zijn nu brood aan het eten. En we hebben vanochtend een planbespreking van Jordi gehad. Dat hoort bij de school waar Jordi zit. En hebben weer doelen gezet en wat we precies willen doen en zo. Sammy is nou helemaal zelf aan het eten. Moet je wel goed kauwen, hè, jongen. En we zijn Nijntje aan het kijken. En Bing staat nog op televisie, ja, maar ik heb nog geen zin om op te staan. Dus daar zijn we mee bezig. Jordi is wel gewoon naar school toe. Daar gaat hij weer, hoor. Jordi is wel gewoon naar school toe en die ga ik straks gewoon weer met het kindje ophalen. Nielsje is thuis geweest met de planbespreking en die is gewoon weer werken. Dus ja, dat zijn we aan het doen. Nou, ja, ik heb Jordi opgehaald met zijn broers. En die zitten nou hier. Lekker, hè? Hallo! Je hoeft niet te gooien met spullen, Koekert. Omdat die op is in jouw ogen, hoef je er niet mee te gooien. Zijn chipsbakje was op, dus krijgt ze hem die even lekker naar zijn hoofd toe gesmeten. Maar goed, ze hebben al gedronken, chipjes gehad. Ik heb eten al klaar. En ja, verder wil jij met bakjes spelen dan? Ik hoef geen hamburger, hoor. Ik hoef echt geen hamburger, schatje. Oh, nou, oké. Nou, omdat je zo aandenkt. Weg. Alsjeblieft. Moet je het bakje hebben om mee te spelen dan? Dat mag wel. Hier, pak maar. Kom maar pakken. Maar goed, ik heb geüpload, ik heb eten gemaakt, ik heb Jordi dus opgehaald. Onze Mickey Mouse. Ik ben ook Mickey Mouse. Nee. Jij niet, jij bent geen Mickey Mouse. Jij bent... Snoopy! Dat is onze Snoopy. En dit is onze... Mama Boy! Yay! Ja, oké. Okay. Zeg het maar tegen de mensen. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nee. Nee, niet opeten. Hij ging jullie opeten. Maar goed. Ja, dan dus. Ik hoef daar alleen nog maar rijst te koken. Ik heb er al roe gemaakt. En Niels wilde dat heel graag met pastijtjes. Dus ik en Niels eten ragout met pastijtjes. Ik heb er deze keer groente in gedaan. Gaat Niels niet leuk vinden. Maar ik ben van mening... Kinderen hebben groentes nodig, dus daar gaat er gewoon doorheen. En stiekem moet Niels ook wel eens wat groente eten. Wie ga je nou bellen? Liam. Wie ga je bellen? Ga je papa bellen? Zeg je hallo papa. Wie ga je bellen? Wie ga je bellen? Ja? Lili. Echt waar? Echt waar? Lili. Oh, oké. Okay. Oh, hij is klaar met bellen. Goedemorgen. Ik heb Jordi al naar school gebracht. Die twee andere etters die zijn gewoon hier lekker aan het spelen. Ik had vanochtend om 8:30 iedereen klaar zitten. Tenminste, ik wilde Jordi zijn jas aan gaan doen. Toen begon hij te schreeuwen. Toen hoorde ik... denk, oh. Dus ik heb hem gemasseerd aan zijn buik. En hij heeft daarna nog flink gepoept. Toen heb ik school een bericht gestuurd. Hij komt ietsjes later.
alles ervoor om hem vrolijk naar school te krijgen. Want daarna was hij wel weer gewoon vrolijk toen dat voorbij was. Dus het heeft hem dwars gezeten. Maar ja, dit betekent dus ook dat hij af en toe gewoon weg te laat op school komt als ik dit heb. Maar goed, ze weten ervan. Ik bel daar natuurlijk van als een stekker. Eigenlijk zou fysio vandaag komen, maar de fysiotherapeut moest getest worden, want ze had verkoudheidsklachten. En ja, dat ging dan allemaal net door elkaar heen. En dan ging hij helemaal niet op tijd komen op school. Dus vandaar dat ik het zo heb gedaan. Ja. Ik ben er moe van, jongen. Toch, het heeft... Fysiek heb je dan heel veel kracht nodig om Jordi in bedwang te houden. In die zin dat hij kan poepen. En je hebt ook een snotneus. Ja. Bij jou komt en gaat hij, hè? Dan heb je in één keer dagen nergens last van. En dan ineens een paar dagen snot. Dit is ook lekker voor de mensen om te zien. Maar goed, ik ga zijn snotneus even afwegen. Ooit iets gehad waar je gewoon misselijk van werd? Nou, dat heb ik. Ik eet vrijwel alles. Een paar dingetjes die ik niet eet, waaronder meloen, daar vind ik gewoon echt niet lekker. En ik heb een gruwel ding voor banaan. Ik vind dat zo verschrikkelijk goor. Maar ik ben van mening, ik hoef het niet te lussen. Maar dat betekent niet dat mijn kinderen het dan ook niet krijgen. Ik moet niet voor Niels sowieso altijd bananen meebrengen, want dan neemt hij altijd mee naar zijn werk. Prima, helemaal goed. Vind ik helemaal niet erg. Betekent ook dat ik mijn kinderen ook banaan geef. Is ook niet erg, prima. Maar op het moment dat er... Ik heb er nu nog last van. Godverdamme. Het zit zelfs hier. Op het moment dat mijn kind banaan eet... En dan vervolgens met zijn gruwel handjes in mijn nek gaat zitten. En ik die geur dus ruik. Ik weet altijd wel door mijn mond heen te ademen op het moment dat ik iets met banaan doe. Dus dat valt het wel mee, maar ik word er gewoon misselijk van. Dus op het moment dat ik überhaupt banaan ruik, dan word ik al... Liam die had banaan gegeten. En die... Ik was nog met Sam bezig. Sam kreeg ook banaan met appel. En op het moment dat hij zijn handjes in mijn nek legt en ik ruik die geur. Ik word even heel erg misselijk. Oh, echt. En terwijl ik dit sta op te nemen, ben ik ook nog zo maloot. Ik heb hier nog de bakjes staan. Oh, en dan ga ik weer met mijn neus erin. Zo verschrikkelijk. Oh, zo verschrikkelijk. Er zijn schoonmaakdoekjes. Oh, zo vies. Zo verschrikkelijk. Vies. Ik ben trouwens mijn wortelstamp aan het maken. Wortelstamp, wortelenstamp, wortelstamp, I don't care. In ieder geval, ja, die maak ik dus nu zelf. Normaal koop ik altijd zo'n zakje. Maar, ja. Ik weet dat als je het zo maakt, zelf maakt, dat het lekkerder is. Dus daar had ik zin in om te doen. Dus, ik ga dat maken. Bovendien kun je zelf de ui hoeveelheid en alles bepalen. En dat vind ik wel belangrijk bij Jordi sowieso. Dus, daar ben ik mee bezig. Ik heb nu mijn wortels al geschild. En dan ga ik nu mijn ui doen. En alles gaat bij mij in een hakker. Alleen de aardappels niet. Ze zijn hier trouwens samen aan het etteren. En dat allemaal omdat ik hier sta.
Sammy. Nou, lopen dan. Liam, lopen. Nou kun je erdoor. Nou, de aardappels zijn geschild. Als je me wil weten hoeveel aardappels... Ik heb echt geen flauw idee. Ik weet echt niks van. Doe maar wat. Dan spoel ik mijn soepvlees af. Want ik doe er altijd soepvlees in. En dit is samen ongeveer 350 gram. En dan dit is een kilo wortel en 3,5 ui. Dit vullen we met water. En dan uiteindelijk heb je dit. Ik heb er soepvlees in zitten met zo'n mergpijpje. En aardappels. En die gaat nou op het vuur. En die gaat een paar uur koken. Wat doet die gekke broer van jou? Kom je doen? Als er nog wat taart overblijft, mogen ze dat hebben. Iedereen smult van mama's zelfgemaakte aardbeientaart. Oh, wespen. Ik haat wespen. Inmiddels hebben we Jordi alweer opgehaald. Die is alweer even thuis. Sammy zit even daar, want die had een hele grote, enorme poephoek. Ja. Ja, die is een zure stinkzooi van jou, hè, jongen. In ieder geval, kinderen zijn lekker rustig. En dit is mijn wortelstamp hutspot als het klaar is. Dat is die... Dit is hem. Ik ben nu even weer wat aan het warm maken. Zodat ik even een beetje kan malen. Zodat het vlees gemalen is. Want zelfs Liam eet daar niet. Dus dan is het een beetje gemalen en dan doe ik het verdelen over 3. En dan, ja, de rest. Een hele goede morgen. Ik zit hier met 3 kinderen in de auto.
En zo dadelijk zit ik er nog maar met eentje in. Want ik ga eerst Liam naar schooltje brengen en dan Jordi. Trouwens, en iedereen heeft voor de verandering een keer meegewerkt met mama. Top. En toen was mijn autootje weer zover leeg. Ik ga naar huis toe met Sammy. En dan gaan we even naar de winkel. Ik moet de bolderkar pakken, want ik heb boodschapjes te doen. Luiers halen, voeding halen enzovoorts. Dus ik heb genoeg te halen. Nou, ik heb mijn boodschappen weer in huis hoor. Joef had het bedje weer kapot gebeten, dus ik heb weer een nieuwe gekocht. Lang mee gedaan hoor, voor haar doen. Maar ja, even alles uitlaaien. Eens kijken wat hij doet als ik dit doe. Oh. Ja. Oh. Hij zit nou aan mijn haar te trekken met één hand. Het is een windmolentje. Dat is wel een beetje veel haar waar je aan trekt. Hallo? Hallo? Oh, ben je moe? Moet je zo eerst nog je broertje ophalen? Ja. En dan kun je slaapje doen. Laat je mama's haar los. Yay! Ik hou van jou. Oh ja, Tut is belangrijk, hè? Ja, zeker. Tut is heel belangrijk. Nou, de jongens zijn weer compleet. En ze hebben iets lekkers, ze hebben gedronken. Ja, Sammy. Ja. Oh, deze had ik nieuw gekocht voor Joef. Want bij deze had ze dus de hoek kapot gebeten. Ja, Sammy. Hallo. Liam, het hoeft niet kapot, hè? Ja, oké. Een hele goede morgen. Gisteravond heb ik nog een video opgenomen over het feit dat ik kerstkaarten wilde versturen en dat er een Facebookgroep aangemaakt is. Als je wil weten waarover het gaat, ik probeer ergens een linkje te doen dat je die video makkelijker terug kan vinden, als ik het niet vergeet. En daar is natuurlijk ook de uitleg over de Facebookgroep. Ja, mijn doel voor vandaag is mijn was helemaal af. Ik heb nu hier mijn was alweer opgevouwen. Ik heb weer was aanstaan. Dus iedere keer als ik een was klaar heb, breng ik dit weer naar boven, ruim ik het op. Neem ik de schone was weer naar beneden, vouw ik het weer op en zo blijven we aan de gang. Heb ik uiteindelijk hopelijk alle was gedaan. Maar goed. Vandaag komt de fysio en vandaag komt als goed zoek de buggy voor Jordi. Denk ik. Hoop ik. Weet ik niet. Dat. Ja. Ik
Ik ga eventjes die schone was op de gang zetten. Oh, dat wanneer ik naar boven ga, gelijk die was mee kan nemen. En ja. Dat dingetjes opruimen tussendoor. En nou, niet heel veel. Alleen mijn was is belangrijk vandaag. Ja, en de kinderen natuurlijk. Maar, ja. Dan zijn ze toch ineens lief als er iets op staat wat ze leuk vinden. Oh. Daar staat hij dan, onze Jordi-mobiel. Hij is best mooi, moet ik zeggen. Ik had hem niet zo verwacht zoals hij nou is. Straks ga ik met Niels samen eventjes op onderzoek uit hoe dat precies allemaal werkt. Ik heb allemaal papieren en zo erbij gekregen. Ik heb net uitleg gekregen. Maar ja, hè, je moet het toch allemaal eventjes snappen. Liam en Sam liggen al op bed. En ik ga Jordi zo naar bed doen. Aangezien ik helemaal gek word van de jong, heb ik even een barricade voor mezelf gemaakt. Ik ben hier aan het koken nu. Maar hier werd continu doorgang gevonden. Nu ik in de keuken sta. En dan ben ik zat. Dus Sammy, aangezien ik toch wel met olie bezig ben, ben ik gewoon van mening dat een kind hier niet in de keuken hoort te komen. Dus ik heb gewoon Jordi's stoel even gebruikt. Toch wel handig. En nou staat hij hier echt zo van hallo. Dat is niet de bedoeling. Oh, hij gaat er weer weg. Ik heb straks gedoucht met de kindjes. En daarna ben ik op mijn kont gaan zitten. En heb ik niet zoveel meer gedaan. Komt ook omdat ik de Facebookgroep... die begint nou... binnen te stromen. Mensen beginnen binnen te druppelen. En daar ben ik eigenlijk de hele tijd mee bezig geweest. De kindjes liggen al wel op bed. Jordi is nog wel wakker, dat wel. Ik heb hier wel een slaapkop. Tada! Die ligt te slapen. Dadelijk hier nog een beetje opruimen en dan hou ik het voor gezien hoor. Ik vind het ook heel gezellig om met jullie allemaal te praten. Ik heb ook al een aantal berichtjes gehad voor de kerstkaartjes. En ja, ik had niet verwacht dat... ik heb een huis van 6 of 7 of zo. Ik had niet verwacht dat het al zo snel zou gaan. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind het echt heel leuk. Nu eventjes verder babbelen op Facebook. En ja, dat dus. We zijn met de buggy van Jordi bezig. Het is een buggy zonder rugpijn. Is het een buggy zonder rugpijn, jongen? Ja, want je kan hem wel ook. Ja. Alleen moet deze moet dan wel dicht. Ja, maar nou zit Jordi niet in, hè? Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar wat vind je ervan? Ja, stegelijk. Licht in draaien. Mm-hmm. En ja, kwalitatief. Ja. Ik denk, hij heeft er nog niet in gezeten terwijl we erin liepen, hè? Dus... Nee, maar hij vindt het karretje altijd wel goed. Meestal wel. Misschien dat we er zaterdag even een rondje mee kunnen lopen. Mm-hmm. Dan zetten we Liam in zijn, op zijn motortje of zo. Ja. Toch? En Sam. In de buggy. Een andere buggy. Ja, we hebben nog een buggy. Mm-hmm. Zo zal ik al met Joy lopen. Ja, dat denk ik wel. Maar je vindt het wel leuk. Ja. Ja? Kijk, leuk is natuurlijk anders. Als we ervoor hadden kiezen, hadden we dit ding natuurlijk niet gewild. Nee, we hadden liever gehad dat hij gewoon meeliep. Ja. Of wij gebruik gaan beter. Ja. Ga je hem nou in elkaar zetten? Nee, in elkaar wel. Ja, dat bedoel ik. Yes. Dan moet je eigenlijk bij het goede eind. Ja, zo kan het ook. Zo kan het ook. Kun je nagaan dat hij straks hier ook zo stond en dat Liam er bovenop ging zitten om paardje te rijden?
Nee. Kun je niet voorstellen? Jawel. Is jouw kind? Sorry? Is jouw kind? Mijn kind? Ja. Nou, hij krijgt wel de streken van papa hoor. Oh. Krijg ik de schuld. Ja, jij krijgt de schuld. Je hebt hem gemaakt, hè? Zoiets. Ja, zoiets. Nou, Oh, wacht. Leg hem er gewoon op. Ja, moet je hem alleen niet vergeten eraf te halen. Nee, dat vergeet je niet. Oké. In ieder geval, we kunnen gaan wandelen met Jordi. Of naar een restaurant. Want Jordi past niet in een... Nee. Daar liepen we laatst wel tegenaan, hè, bij het ABC. Dat hij persoonlijk zit. Ja, hij kan niet op een gewone stoel. Maar hij kan ook niet in een... Ja, aan deze kant best wel aan de tafel. Ja. Dat zei ik gelijk tegen die vrouw die kwam. Dus. Dit allemaal gezegd hebbende. Gaan we naar bed. Ik moet nog jouw broodje smeren. Mm. Of hoeft dat nou niet? Dan doen we maar gewoon kaas erop. Ik heb ook filet americain. Moet eigenlijk ook nog kleren klaarleggen. Dat doe ik morgenochtend wel. Ik kan het zo pakken. We zijn in ieder geval moe. Ja. Ik heb wel een doel zo goed als behaald. Ja? Ja. Heb je de wasmanden gezien? Nee. Niet? Zat er iets in die wasmanden? Als ik ze niet gezien heb, weet ik dat ook niet. Nou ja, je bent er langs gelopen 20.000 keer. Ja, dat is niet mijn afdeling, dus... Ik heb in ieder geval mijn was zover klaar. Ik heb één machine die ik nog in de droger moet doen. En dat doe ik morgen. En voor de rest ben ik bij met mijn was. Mm-hmm. Toppie! Maar dat is in ieder geval iets waar ik me afzijdig van hou van de was. Dat weet ik. Dat weet ik echt gewoon 1000%. En dat... weet ik het hoe vaak tegen dat jij zegt, joh, maar dat doe ik niet. Dus zelfs jij met de afval. Het is niet dat ik het nooit heb gedaan. Ik heb toch ook wel eens was gedaan. Ja, als ik heel erg tegen jou aanzeurde, ja. En vroeger moest ik zelf doen. Ja. Toen ik op mezelf woonde. Toen wij nog niet samen waren, ja. Mm-hmm. Juist. Ik ben niet super in mijn was, maar ik ben wel beter in mijn was dan dat Niels is. Gelukkig wel. Maar goed, wij gaan deze ups en downs afsluiten. Ik wil nog wel één ding zeggen. Ik vind het hartstikke leuk, al die berichtjes voor de kerstkaartjes. En de mensen die bij onze groep zijn aangesloten. Superleuk. Ik vind het echt leuk. En dat gezegd hebbende... Gaan we deze ups en downs afsluiten? Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.